Ja, het is zover. Jullie hebben hier heel veel om gevraagd. Een tweede account in Brawl Stars. Zoals jullie zien, ik heb een tweede account gemaakt. Die heet Harm2. Vond ik wel toepasselijk. Want zo heet mijn kanaal ook. En het is gewoon een gloednieuwe account. Ik heb al twee knokkers. Omdat je als je een account maakt op Supercell, dan krijg je natuurlijk deze. Met een leuke skin erbij. Geweldig. Maar dit is niet een normaal tweede account. Ik wil dit account alleen gebruiken om knokkers te kopen. Om dozen te openen. En that's it. Ik ga hier geen enkel potje op spelen. Ja, misschien met een nieuwe club die ik hierop aan ga maken. Dat zou kunnen. Want ik wil misschien dus ook een nieuwe club aanmaken. Laat even weten in de comments of je dat wil. Klik op het duimpje omhoog. Nee, wacht. Klik op 5 seconden op het duimpje omhoog. Want anders ga ik het niet doen. Ja, YouTubers die dat doen, die zijn echt super cringe. Alsjeblieft, stop daarmee. Maar 5, 4, 3, 2, 1. Als jij nu op het duimpje omhoog klikt, dan ben je niet meer welkom op mijn kanaal. Flikker me lekker op. Oké, ik heb in ieder geval een doos, een gratis doos. Weet je wat? Ik denk eigenlijk al dat ik hier gewoon een knokker uit krijg. We gaan het zien. Let's go. En we hebben helemaal niks. Maar Michelle is wel mooi volgende rang, dus dat is hartstikke top. Die ga ik gelijk even upgraden. Let's go. Ja, ik ga dus geen potjes spelen. Gaat niet gebeuren. Maar ik zou dus wel bijvoorbeeld in een nieuwe club potjes met jullie kunnen spelen. Want daarvoor krijg je ook geen trofeeën. Ja, dat is dus de challenge. Elke knokker krijgen zonder dat je ook maar één trofee erbij krijgt. Dat lijkt me best wel een leuke challenge eigenlijk. Oh, wacht eens even. Dat is letterlijk. Dat is niet eens mogelijk. Want. Ah, trofeeënpad krijg ik natuurlijk ook knokkers van. Oké, nou. Prima, dan krijg je die knokkers wel niet. Misschien dat ik die later dan vrij kan spelen. Ja, weet je wat ik ga doen? Omdat jullie zo leuk zijn, jongens. Omdat jullie altijd op het duimpje omhoog klikken. Ga ik gewoon 110 euro aan gems op dit account flikkeren. Let's go. Sorry dat ik deze video onderbreek, maar deze video wordt gesponsord door Game Basics. Ik heb dit spelletje al een paar keer gespeeld. Dynasty Duels. Vandaag gaan we het weer even spelen. Want er zijn weer enorm veel updates in dit spel. Je hebt nu bijvoorbeeld ook een Season Pass. Dus dat is best wel cool. Oh ja, ik ben trouwens ook opnieuw begonnen. In dit spel. Ik heb mega veel kistjes. Laten we die allemaal gelijk even gaan claimen. Want ik heb best wel veel potjes hiervoor lopen spelen. Schiet nou op. Ik wil weten wat erin zit, ja. Een levensfontein. Oké, die is best wel chill. Maar eigenlijk wil ik gewoon nieuwe strijdpoppetjes. Dat zou ik chill vinden. Een zeldzame kist. Kijk, nu gaan we het krijgen. Nu gaan we echt het goede spul krijgen. Wat krijgen we? Oh, wat zit erin? Mousa of Moussa, of hoe je het ook zegt. Die had ik volgens mij ook op mijn vorige account. Ja, we claimen gewoon alles hoor. Ook weer 10 gems erbij. Hartstikke mooi. Dan claimen we die gelijk even. Ja, hier zit denk ik niet zoveel bijzonders in. Oh, nou, wat is dit? Oeh, Fabio. Oké, die is best wel chill volgens mij. Je hebt nu dus ook opdrachten. En daarvan heb ik nu ook allemaal kistjes gekregen. Dus dat is best wel chill. Hier, hoppakee. Weer een opdracht voltooid. En hoppakee. Weer een opdracht voltooid. Kijk eens even aan. Zoveel kisten. Dit is toch insane. Lekker, man. Oké, laten we gelijk even mijn deck gaan aanpassen. Ik ga deze er even inzetten. Oh ja, tuurlijk. Dit is een miner. Hoezo kwam ik daar zo net niet op? Kijk, die ga ik gelijk even levelen. Ja, ik ga deze er denk ik ook inzetten. Die zet ik hier mooi rechtsboven. Vervang ik die ook. En die gaan we ook gelijk even upgraden. Oké, we kunnen ook wel even iets anders hierboven gaan kiezen. Vorige keer was ik dus de Egypte. Maar ik zat dus te denken, deze ook best wel chill. Want deze hier onderaan, die doet meer schade met 1%. En die vermindert de bouwtijd. En ik spam altijd echt miljoenen. Dus dat is best wel chill. 0,2 seconden is niet superveel. Maar het is toch wel nice. En vermindert de bouwheid van alle eenheden dus. En van alle gebouwen. Dus die gaan wij kiezen. Weet je wat, ik ga deze ook maximaal upgraden. Oké, die is mooi omhoog. Oh wacht, ik heb maar 1 punt. Dat is jammer. Oké, die gaan we nu kiezen. Je hebt ook zo'n laatste redmiddel. En deze laat giftige wolken los. Ja, de rest van mijn units ga ik nu mooi niet levelen, heb ik geen zin in. Weet je wat? We gaan gelijk even een potje spelen. Let's go! Oké, daar gaan we dan. Ik moet tegen iemand spelen die meer trofeeën heeft. Dus dat vind ik maar helemaal niks. En er zijn dus ook allemaal dingen veranderd in de game. Want bijvoorbeeld de mijnposities, waar de mijnen zitten, die veranderen steeds. Ja, dit is dus een real-time strategy game. En voor de mensen die niet weten wat je hierin moet doen, zal het gelijk even uitleggen. Je moet zo snel mogelijk gems proberen te verzamelen. Want daarmee kan je units bouwen en daarmee moet je je tegenstander verslaan. Super simpel. En ik bouw nu zo snel mogelijk heel veel mijnen. En dit zijn best wel goede miners. Die andere miners die ik had, die verzamelden veel minder snel. Ik krijg nu al plus 12 per seconde. Hier kan ik er nog wel even mooi 2 neerkwakken. Let's go. En laten we gelijk units bouwen. Ik ga ook gelijk even die nieuwe proberen. Die Fabio. Let's go. Daar gaan we dan. Oh oh. Oeh. Oké. We gaan er gelijk naartoe. We gaan gelijk naar de tegenstander toe. En nu val ik hem mooi aan. En hij is nu alweer veel te laat. Kijk dan. Die units zijn ook lekker bezig hoor. Oh ho. Ja, in het begin is het echt nog wel makkelijk om te winnen. Maar het wordt echt steeds moeilijker. En dan moet je ook heel goed erop letten wat
voor unit je gaat bouwen. Kijk, ik kan bijvoorbeeld ook deze bouwen. Deze zijn super duur om te bouwen. Wat? Is dat zijn verdediging? Weet je wat? Ik zet die voor mij ook in. Hoppakee. Zo'n giftige wolk. Volgens mij heeft het heel weinig zin, want het doet alleen maar iets bij... Kijk, het doet alleen iets bij mij. Het doet niets bij hem zo te zien. Yo, kijk dan hoe insane hadden we dit gaan winnen. Dit is echt ziek, jongen. Heerlijk. Zijn basis ontploft. Daar gaan we dan. Kaboom! En hij is neer. Kijk eens even aan wat ik er allemaal bij krijg. Super chill. Daarvoor moet ik nog even lekker doorsparen. Oh, ik heb ook nog een upgrade punt beschikbaar. Die gooi ik er gelijk even op. Ik denk ook weer op dat units bouwen. Dan gaat dat nog sneller. Ben je benieuwd naar dit spelletje? De link staat in de beschrijving. Check het zeker even. En we gaan verder met de video. Ja hoor, het is gelukt. Ik heb 2000 gems en ik heb 110 euro uitgegeven. Hey, wat leuk. Doe maar niet na. Nee, niet doen. Het is super zonde van je geld. Oké, wat zullen wij eens even gaan kopen. Ik kan Sprout kopen. Die is in de aanbieding. Super cool. Ik vind die Sandy trouwens echt absurd duur. Want volgens mij heb ik al een keer een Legend voor iets van 400 gekocht. Deze is 520. Vind ik veel te duur. Dus die ga ik denk ik niet kopen. Ja, ik zou Pam kunnen kopen. Maar die kans is zo groot dat ik die een keer uit een kist ga krijgen. Sprout is denk ik wel chill om te kopen. Zijn er niet gewoon kisten in de aanbieding? Dit meen je toch niet? Ja, ik wil eigenlijk elke aflevering een nieuwe knokker erbij. Dat zou ik super leuk vinden. Maar ik wil het eigenlijk wel met kisten doen hoor. Het lijkt me echt niet leuk om dit allemaal zonder kisten te doen. Jullie vinden natuurlijk kisten ook veel leuker. Weet je wat? We kopen wel even een grote doos. Let's go. Als hier geen knokker in zit. En dan word ik pissig, jongen. Dan word ik pissig. Dit meen je toch niet? Daar gaan mijn gems alweer. Jongen, jongen, jongen. Weet je wat? We kopen één van deze twee. Ja, die vakantiepam is wel lijp. Die is net uit. Deze van Sprout, die is al een tijdje uit. Eigenlijk wil ik Pam kopen. Maar Pam is toch episch? Ja, ik wil eigenlijk geen epische knokkers kopen. Nee, dat is heel zielig als je dat doet. Heb ik trouwens al best vaak gedaan. Maar oké. Oh, ik heb hier trouwens ook nog een kist, joh. Yo. Weet je wat? Ik kan dit ding ook activeren. Let's go. Is dat wel slim om te doen? Nee, dat is niet slim. Nee, dat is echt heel dom. Dat moet ik niet doen. Dat heeft totaal geen zin, want ik krijg toch helemaal niks uit. Want ik ga geen potje spelen. Oké, weet je wat? We openen gewoon deze gratis doos. Let's go. Zit hier dan iets in? Ik denk het wel. Kom op, als hier niks in zit. Yo, we hebben Rosa. Dat is volgens mij echt de standaard knokker die je als allereerste krijgt. En die heb ik nu te pakken. Dus dat is hartstikke top. Nou, ik heb al 3 knokkers, jongens. Hartstikke leuk. Ja, doe die maar. Dankjewel. En ja, doe die maar. Dankjewel. Rosa is nieuw. Hartstikke cool. Ja, hoe meer likes ik op mijn video's krijg, hoe meer ik ga kopen. Ik heb nu al een paar dingetjes gekocht. Ga ik nog iets kopen? Is het het waard? Ja, ik denk dus dat ik dat niet ga doen. Dat besparen we mooi voor de volgende aflevering. Ik ga weer lekker terug naar mijn normale account. En kijk eens even hoeveel trofeeën ik heb. Ik zit inmiddels op 17.000. Dus het gaat best wel lekker. Ja, en ook langzamerhand zit ook bijna elke knokker op rang 20 of hoger. Ik heb een paar op 21 en de rest zit allemaal rond de 20. Ja, ik heb dus nog een paar die eronder zitten. En nog een paar die echt op 15 zitten. Dus die moet ik nog wel even goed gaan levelen. Oh, trouwens, met Nani kan ik nu ook al star power krijgen. Super chill. Yo, ik ben trouwens echt die kist aan het opsparen. Duurt zo belachelijk lang. Je hebt 500 tokens nodig voor één zo'n kist. Dus dat is best wel dikke onzin. Normaal gesproken krijg je veel sneller kisten. Want één zo'n grote kist zijn natuurlijk 3 van die kleine kistjes. En die 3 kleine kistjes, die heb je zo te pakken. En nu ben ik echt vet lang bezig. Ja, ik wilde vannacht best wel een leuke challenge doen. Ik wil met een willekeurige knokker gaan spelen. En dan gaan we een solo potje doen. Dus wat ik ga doen, ik klik gewoon hierboven op en dan gaan we gewoon een willekeurig pakken. Ik klik altijd op random. Sleep ik één keer naar beneden en klik ik eentje aan. Ik heb eentje aangeklikt. Het is Penny. Oké. Penny is volgens mij niet super chill op deze map. Ik heb geen flauw idee. Maar we zullen het zien. Is Penny chill? We komen er vanzelf achter natuurlijk. Kijk, ik ga even zo snel mogelijk zoveel mogelijk kisten openen natuurlijk. Jij gaat even dood. Hoppakee. Deze gaan we even. Nice. Oeh, die kunnen we killen misschien. Kunnen we hem killen? Oh, daar gaat hij. Ja hoor. En hij is neer. Ik heb hem niet gepakt helaas. Maar dat maakt niet uit. Het gaat niet om de kills. Het gaat om de krachtpunten, jongens. Oh, daar gaat hij. Daar is hij. Oeh, daar is hij. Oh, ik heb 2 keer geraakt. Hij is bijna dood. Ja, mijn Penny is volgens mij rang 21 of 20, toch? Ik heb geen flauw idee. Oeh, deze Pam is bijna dood. Kom op, kill de Pam. Ja, die is neer. Hartstikke top. Oh, nee, nu zit hij mij achterna. Nee. Ja, als dat beestje achterna... Wacht, wat is deze gadget? Die heb ik nog nooit ge... Wat? Oh, die heb ik echt nog nooit gebruikt. Volgens mij heb ik die gadget ook nog niet super lang. Ja, dit is nare. Staat er Rico. Ik ben hartstikke dood. Ik ga dood hier. Weet je wat? Ik kan er nog wel 1 keer mooi omheen lopen. Maar dan gaat die Rico mij 100% doodmaken. Let maar op. En daar komt hij om het hoekje. En hij heeft me te pakken. Ja, daar kan je gewoon niks tegen doen met zo'n robot achter je aan. Ik ben wel 4e geëindigd. Dat is best wel slecht eigenlijk. Nou, top hoor. Hartstikke mooi. Oh, ik kan trouwens ook wel nieuwe token verdubbelaar gebruiken. Want die gebruik ik ook echt altijd. Oké, we pakken weer een willekeurige knokker. Ik heb ze natuurlijk allemaal. Dan sleef 1 keer naar beneden en dan tik ik weer eentje aan. Oeh, El Primo. Ja hoor. Is ook rang 21. Nou, dan gaan we dan. Open die kistjes even. Oh, daar komt die robot. Nee, ga weg hier. Die robot komt. Ik weet niet of El Primo chills op deze map. Volgens mij niet echt. Want je hebt best wel veel lange afstanden steeds. Tussen al die dingen door. Dus ik weet niet of deze echt chill is. Oh, die Rico kan daar alles pakken, joh. Die Rico
Nico kan er alles pakken, joh. Oké, ik ga hem hier mengen. Is dat dom? Ik weet niet of dat dom is. Oké, ik pak deze twee. Oeh, kom op, pak die ook, Ja, ze mogen me raken, want ik wil gewoon die krachtpunt. Oh nee, daar komt er weer een. Nee, ga weg hier. Ja, ja. Loop jij maar naar de robot toe, dan heb ik daar geen last van. Yo, kijk mijn HP. Ik heb nu al 10k. Dus hoe chill is dat? 6 krachtpunten ook, dus de kans dat ik dit ga winnen is best groot. Maar er zijn nog 9 mensen over. Oeh, dat is een boel. Oh, no. Ja, hoe gaan we dit spelen? Ja, ik denk dat ik gewoon een beetje lekker moet afwachten. Ja, daar komt een Mortis. Oh, kom dan, hè. Er zitten al zoveel in de bosjes, joh. Wat is daar gaande? Ze teamen! Waarom teamen jullie nou? Oh, hier zit ook iemand in de... What? You kidding me? Zelfs daar zat er één in de bosjes. Oh, die Tara. Je weet je wat? Ik loop weer lekker weg. Ik ga gewoon rustig aan spelen. Oh, die boel. Nee, die kan ik niet pakken. Ik pak wel mooi deze. Oh, joh. Er zijn zoveel met veel krachtpunten. Dit gaat lastig worden. Maar we gaan ons best doen natuurlijk. Oh, iedereen gaat dood. Oh, no. Kill hem dan. Waarom moet je nou weer mij focussen, man? Gek. Hier komen. Oké, ga mijn sowieso pakken. Ja, hij pakt. Oh, no, daar ga ik. Ik ga de pijp uit. Ja, ik ben dood. Ik ben mors. Nee, joh, ik heb echt niks gedaan. Ze teamen nog steeds. Wat een flikkers, jongen. Jongen. Nou, we zijn wel derde geëindigd. Hartstikke leuk. Top, man. Helemaal top. Yo, de club gaat trouwens ook best wel lekker. We zitten mooi boven de 2 miljoen trofeeën. Dus ik kijk ook weer gauw even de laatste. Oh, dat is zo grappig. Hij is op dit moment aan het vechten. En dan wordt hij in één keer uit de club gegooid. Sorry, maar ik kijk gewoon de laatste steeds. Oké, we pakken nog één keer een willekeurige. Let's go. En dan gaan we even naar beneden. En klik ik eentje aan. Oeh, Rico. Ja. Ik weet, die is denk ik best wel chill trouwens. Kom op, dit potje moeten we wel even lekker winnen. Oh nee, er komt de corona me toe. No. Oké, weet je wat? Ik ga me er denk ik niet in mengen of toch wel. Ja, ik wil me er heel graag in mengen. Ik wil hem gewoon doodmaken. Oké, yes, dankjewel. Weet je wat? Ik ga hier nu mooi weg. Ik vind het mooi geweest. Deze openen we gauw even. Let's go. Ik zit een beetje klem. Ik moet even oppassen. Oh, jij moet echt dood. Oh, hier zit er ook eentje. Hey, dit meen je toch niet? Dit ga je toch niet menen? Ik moet het overleven. Ik moet hier blijven. Gauw healen. Ik heb heel weinig HP namelijk als Rico. Rico heeft echt weinig HP. Kom op, deze killer. Ja. Nee, hoezo is hij niet dood? Oké, ik wil niet dat beest achter me aan. Niet die robot achter me aan. Oké, hij is nu al dood. Hartstikke top. Pak gauw even deze op. Nice, die gaat ook neer. Oh, die is ook dood. Ik heb mijn ult te pakken, dat is ook chill. Zit hier nog iemand? Ja, ik denk dat we deze wel lekker even gaan winnen. Oh, nee, hij heeft... Nee, ze gaan we niet winnen. Nee, joh, dit ga je toch niet menen? Hij heeft 11 krachtpunten. 1 hit en hij heeft me gewoon dood, besef. Dat loopt ook een Piper. Oeh, nu moeten we goed spelen. Nu moeten we heel goed spelen. Let's go, come on. Oh, daar komt de robot. Ja, en waar zit hij? Ik weet niet waar die zit. Zit hij hier in de bosjes? Die robot komt sowieso maar achterna. Nee. Oh, die gaan me sowieso in één keer killen. Kom op. Ja. Nice. Hij bestuurde zijn raket nog. Ja, dan kan je niks. En dan win ik gewoon even lekker. Hartstikke mooi. Ik krijg er even 136 tokens bij. Hartstikke top. Dit was in ieder geval de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Klik op de duimpje omhoog als je het heel erg leuk vindt. Abonneer ook even op mijn kanaal. Op naar de 200.000 of eerst de 150. Laten we dat eerst even doen. Tot de volgende keer. Dikke doei. Dikke later.